De Cayenne. De Cayenne S. De nieuwe Cayenne GTS. De Cayenne Turbo. Alle Cayenne-modellen zijn de ultieme uiting van individualiteit. Zoals elke Porsche. Ze dragen het handschrift van onze designers en technici. Maar waarom ook niet het uwe? De Cayenne-modellen zijn op bestelling in verschillende uni- en metallic kleuren leverbaar. Exclusief voor de nieuwe Cayenne GTS zijn naar keuze de speciale kleuren GTS Rood en Nordic Goud Metallic leverbaar. Het sportdesignpakket benadrukt de dynamiek van de Cayenne-modellen. Het omvat een in de carrosseriekleur gespoten verlengde dakspoiler met vast dubbel vleugelprofiel en in de carrosseriekleur gespoten dorpelbekledingen. De onderplaten van front- en achterzijde zijn geheel in de carrosseriekleur gespoten. Bij het exterieurpakket zwart zijn de zijruitlijsten, inclusief de bekledingen van de B- en C-stijlen, de portiergrepen zonder inlegwerk en de dorpelsierlijsten zwart uitgevoerd. Tegen meerprijs ook afzonderlijk leverbaar: dorpelbekledingen, treeplanken, wielkuipverbredingen zwart, frontplaat roestvrij staal en achterafdekking roestvrij staal. Niet alleen de oprolbare zonwering beschermt u tegen ongewenste blikken, maar ook de privacybeglazing. Het warmtewerende gelaagde glas biedt extra bescherming tegen feller zonlicht en opwarming. Meer licht en lucht in het interieur bieden het elektrische schuifkanteldak of het elektrisch verstelbare panoramadak. Voor betere verlichting van de rijweg, ook in bochten, zorgen de Bixenon koplampen. De Park Assistant vergemakkelijkt het inparkeren met optische en akoestische afstandssignalen. Ook de achteruitrijcamera maakt gecontroleerd precies achteruit inparkeren en manoeuvreren mogelijk. Op het daktransportsysteem kunnen onder andere een surfplankdrager of fietsendrager worden bevestigd. Voor de Cayenne S met Tiptronic S is ook een sportuitlaat leverbaar voor een nog krachtiger geluid. Alle Cayenne-modellen zijn leverbaar met Servotronic, een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Deze vergemakkelijkt vooral het manoeuvreren. Voor de Cayenne Turbo is tegen meerprijs een motortuning mogelijk. Hiermee levert de motor 540 pk, 397 kW en een maximumkoppel van 750 Nm. De 6-traps Tiptronic S met wipschakelaars in het stuurwiel is tegen meerprijs ook voor de Cayenne, Cayenne S en de nieuwe Cayenne GTS leverbaar. De bandenspanningscontrole RDK meet continu de spanning van de banden en meldt tijdig een eventueel spanningsverlies voor uw veiligheid. Alle Cayenne-modellen kunnen met luchtvering inclusief Porsche Active Suspension Management worden uitgerust. Standaard bij de Cayenne Turbo, tegen meerprijs bij de andere modellen. Het PASM is een elektronische regeling van het schokdempersysteem. De schokdemperkracht wordt er continu actief door geregeld, afhankelijk van de toestand van het wegdek en de rijstijl. Bij de nieuwe Cayenne GTS met luchtvering zijn het normale terrein- en speciale terreinniveau 20 mm verlaagd, het extra lage niveau 5 mm. De uitsluitend in combinatie met de luchtvering inclusief PASM leverbare Porsche Dynamic Chassis Control, PDCC, registreert overhellen in een bocht onmiddellijk en vermindert het aanzienlijk. Hierdoor wordt tijdens het rijden een uitgesproken sterke dwarsstabilisatie van de auto gerealiseerd. Dit gebeurt door actieve stabilisatoren die de voor- en achterwielen het benodigde stabilisatiekoppel geven. Wordt de reductiebak geactiveerd, dan schakelt de PDCC over op de off-road functie. Beide helften van de actieve stabilisator kunnen nu nog verder ten opzichte van elkaar draaien. Hierdoor wordt het asverzet vergroot. Op een ongelijke ondergrond wordt hierdoor de tractie nog verder verbeterd, doordat de wielen langer op de grond blijven en dus meer kracht kunnen overbrengen.
Het off-road techniekpakket omvat een elektronisch geregeld sperdifferentieel in de achteras, een dorpelbescherming met geïntegreerde stootplaten, een versterkte karterbescherming, een extra bescherming van brandstoftank en achteras en een tweede sleepoog. Bij het trekhaaksysteem kunt u kiezen tussen een handmatig afneembare of een elektrisch uitschuifbare variant. Individualisering is ook bij de wielen mogelijk. Met de nadruk op het sportieve, op design of klassiek. Kan het nog iets sportiever? Voor de Cayenne-modellen zijn ook 21-inch velgen leverbaar. Voor een krachtig aanzien het reservewiel aan een houder buitenop. Individualiteit blijkt niet alleen uit uiterlijke kenmerken, ze zit ook van binnen. Een verhoogd comfort biedt het lederen driespaaks multifunctioneel stuurwiel met 8 bedieningstoetsen, waarmee de handen veilig aan het stuur blijven. Al even comfortabel is de cruise control. Evenals de 12-voudig verstelbare comfortstoelen. De 12-voudig verstelbare sportstoelen met verhoogde zittingwangen en een leuning met nog duidelijkere contouren voor sportievere steun in de zijden. Of, exclusief leverbaar voor de Cayenne GTS, de 12-voudig verstelbare sportstoelen met verder verhoogde zijwangen voor nog meer steun in de zijden. Bij de stoelen behoren tevens een elektrische verstelling van de stuurkolom en de gordelhoogten, alsmede uitgebreide geheugenfuncties. Verder is leverbaar stoelverwarming voor of voor plus achter, inclusief stuurwielverwarming. Een onderdeel van het tegen meerprijs leverbare lichtcomfortpakket is de thuiskomfunctie. Als u de motor van uw auto afzet, blijven de koplampen een zekere tijd branden, zodat de weg voor u verlicht wordt. De brandtijd van de verlichting kunt u instellen. De automatische achterklep kan met één druk op de knop volautomatisch openen en sluiten. De openingshoek is individueel programmeerbaar. Het bagageruimtemanagement inclusief scheidingsnet maakt het inladen eenvoudiger en het vervoer van voorwerpen veiliger. Roestvrij stalen dorpellijsten zijn blikvangers met cachet. Met de Homelink kunt u uw garagedeur openen zonder uit de auto te komen. Wilt u het interieur een nog individuelere ambiance geven? Wij bieden daarvoor de materialen. Leder bijvoorbeeld. Of klassiek, donker of licht hout. Communicatie staat vooral bij Porsche hoog in het vaandel. Het Porsche Communication Management is standaard bij de Cayenne Turbo, maar is tegen meerprijs ook voor de andere Cayenne-modellen leverbaar, inclusief DVD-navigatie. Daarnaast is tegen meerprijs een uitgebreide navigatiemodule leverbaar. Deze werkt in combinatie met het GPS-navigatiesysteem en biedt ook in niet-gedigitaliseerde streken toch navigatiehulp met behulp van de kompasfunctie en GPS. De zogenoemde backtrace-functie legt het gereden traject vast, zodat u altijd uw vertrekpunt kunt terugvinden. Het tegen meerprijs leverbare elektronische rijtijdenboek maakt de automatische registratie mogelijk van kilometerstand, gereden afstand, datum en tijd, alsmede startadres en reisdoel voor elke rit. Geheel in harmonie met de Porsche Sound is het Bose Surround Sound System standaard in de Cayenne Turbo. U kunt de auto naderhand laten voorbereiden voor het Vehicle Tracking System, VTS, uit het Porsche T-Equipment programma. Met dit systeem kan een gestolen auto in grote delen van Europa worden gelokaliseerd.
Met de individuele uitrustingen kunt u uw Cayenne-model nog verder opwaarderen. Porsche Exclusive vervult voor u elke wens die uitvoerbaar is. De Cayenne. De Cayenne S. De nieuwe Cayenne GTS. De Cayenne Turbo. Kan een grote stuwkracht nog individueler voor de dag komen?